De actie Fiorino begon vanmorgen in alle vroegte op de kazerne van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. 275 man van verschillende opsporingsdiensten kwamen hier bij elkaar om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen tegen de wietbende. Wat nu achter me ziet, dat zijn de eerste auto's die vertrekken naar het onderzoek Fiorino. We gaan op zo'n 20-tal adressen in Gelderland en daarbuiten onderzoek doen in het kader van het witwassen van geld. Naast de 20 adressen in Nederland werd er tegelijkertijd op 3 plekken in Turkije huiszoeking gedaan. De bende lijkt goed georganiseerd en gebruikt bedrijfspanden die er op het eerste gezicht volstrekt normaal uitzien. Zoals hier op bedrijventerrein De Beemt in Velp. Hier viel de politie 2 panden binnen. In 1 van de 2 is veel administratie in beslag genomen. Bij het andere bedrijf is materiaal aangetroffen voor de kweek van wiet. Nou, als je in de loods om je heen kijkt, dan zie je vooral benodigdheden voor de kweek van planten. Die ook regelmatig ook gebruikt zouden kunnen worden voor wietkwekerijen. Dit pand maakt deel uit van een groter onderzoek. Dus wij willen secuur te werk gaan en zorgvuldig onderzoeken. Vandaar ook dat we dit pand erbij betrekken en ook zorgvuldig zullen gaan bekijken. Dit zijn de stille getuigen van nog een inval in Schonebeek. Daar werd in een loods een ontmantelde wietplantage aangetroffen en is een arrestatie verricht. De kwekerij is volgens de politie professioneel, maar niet bijzonder veilig aangelegd. Nou, dit is een inmiddels lege hennepkwekerij. Uit onderzoek tot dusver is gebleken dat hier een kleine 1000 planten hebben gestaan. Dat is overigens niet voor de eerste keer. In 2011 zijn we hier ook al een keer geweest en toen stond die ongeveer voor dezelfde orde van grootte. Wat is nou het verband met het onderzoek en deze kwekerij? Het hele witwasonderzoek was er onder meer op gericht ook om de illegale hennepteelt aan te pakken. Omdat we inmiddels wel wisten dat de verdachten zich daarmee bezig hielden. Nou, dit is één van die kwekerijen. De politie zal de komende dagen met meer informatie komen over de resultaten van operatie Fiorino.